Goedemorgen! U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er trekken wolken Nederland in en die bewolking hoort bij een storing. Het gaat ook regenen. Op sommige plaatsen regent het al en de regen breidt zich in de ochtend over het hele land uit. Aan het eind van de ochtend wordt het droog in het zuidwesten en begint het voorzichtig wat op te klaren. Vanochtend temperaturen rond 5 graden, vanmiddag loopt het kwik wat verder op. 7 tot 9 graden wordt het op de meeste plaatsen. Er staat vrij veel wind, het is een tijdje lang droog en de zon schijnt van tijd tot tijd. Aan het eind van de middag neemt de bewolking weer toe en in de avond bereidt de regen zich opnieuw over het land uit. Dan vooral bij zee stevige wind, hard waait het minimaal met windkracht 7 en misschien wel even stormachtig windkracht 8. Morgen ook een tamelijk winderige dag. Het is een tijd lang droog met af en toe wat zon, maar vooral later op de dag neemt de kans op regen toch weer toe. Dat wisselvallige weer houden we ook de dagen daarna vast. Vrijdag een heel zachte dag, 10 graden kan het op sommige plaatsen worden. En zaterdag en zondag is het 7 of 8 graden. En verder overheerst in het algemeen de bewolking soms even een opklaring, en uit de bewolking valt van tijd tot tijd flink wat regen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl